Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 26 april 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag is er morsen bij de uitzending en na de morsen een SSTV-plaatje in PD50. De kleurenfotootjes in PD50 kun je uitstekend decoderen op bijvoorbeeld een smartphone. Voor Android is er bijvoorbeeld de gratis app Robot36. Je kunt simpelweg de telefoon voor de speaker van je zendontvanger houden of van een ontvanger om de beelden te ontvangen. Om te zenden is er daarnaast de app SSTV Encoder. Zo kun je met je telefoon voor de microfoon van de amateurzet een net met de smartphone genomen foto naar iemand sturen. Ook voor Apple is er een app en die heet SSTV of CQSSTV. Die is heel uitgebreid, heb ik begrepen. Hij kost wel 3 euro in de App Store, maar dat lijkt niet onoverkomelijk. Deze app is zelf ook geschikt om te zenden. Volgens de website darc.de zou een P5-expeditie op het punt staan om in de lucht te komen. Dat zou in mei al staan te gebeuren. Het betreft hier het bij de X'ers meest begeerde land Noord-Korea. Het gaat om een groep van 14 amateurs die met 3 stations QRV hopen te zijn vanuit het meest gesloten land ter wereld. Het gaat hierbij om de bekende Intrepid DX-groep die in de afgelopen tijd al meer belangrijke DX-expedities op hun rekening hebben geschreven. Vandaag is het 100 jaar geleden dat de eerste omroepuitzending door een piraat een feit was. Op eerste paasdag, die in 1916 op 25 april viel, werd de proclamatie van de Ierse Republiek, tot dat moment onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, uitgeroepen via een korte golfuitzending. Deze illegale uitzending wordt door velen beschouwd als de eerste uitzending door een omroeppiraat ooit. De rebellie tegen de Engelsen werd geleid door Joseph Marie Plunkett, die de meest moderne technologie van die tijd wilde gebruiken om de boodschap van de Ierse opstand te verspreiden. De uitzending op de Korte Golf lijkt niet zo'n zinvolle gebeurtenis, maar de rebellen die een van de vroege scheepszenders gebruikten, hoopten dat een passerend schip nabij Ierland op weg naar de Verenigde Staten het bericht zou ontvangen en zo aan de VS zouden overbrengen. De uitgezonden boodschap luidde vrij vertaald: Ierse Republiek uitgeroepen, vandaag in Dublin. Ierse troepen hebben de stad ingenomen en hebben deze stevig in handen. De vijand kan de stad niet binnenkomen. Het hele land is in opstand. De uitzending zou tot in Duitsland en Bulgarije zijn opgepikt. Er waren in die tijd wel meer illegale uitzendingen, maar dat waren allemaal verbindingen tussen stations. Dit was de eerste uitzending voor wie het bericht maar opving en dat is een omroepuitzending. Vanavond, dinsdagavond, wordt een uitzending en proclamatie gevierd bij een evenement in Trinity College in Dublin. Er is weer een melding primair gebruik waar ik even de aandacht voor wil vragen. Het gaat om de dodenherdenking en het concert op de Amstel in Amsterdam. En het gaat om 3, 4 en 5 mei, de hele dag en de hele 13 centimeter band in die omgeving. Er zijn overigens aardig wat van die zendbeperkingen de komende dagen. Dat viel ook agentschap Telecom zelf op, want ze wijden er een Twitterpost aan. De technofilosoof, de paalklever of de repeater-terrorist. Wie herkent ze niet als je wel eens op PI2 NOS meeluistert? Roland, PA3 AHI, die ik overigens al vanaf mijn eerste jaren dat ik amateur was ken, heeft op zijn weblog een nogal amusante tekst geschreven waarin deze heerschappen, of kunnen het misschien ook dames zijn, een rol spelen. Je kunt het blog van Roland vinden op de URL logatoom.blogspot.nl. Dus logatoom, Lima, Oscar, Golf, Alpha, Tango, Oscar, Oscar, Mike, .blogspot.nl. Ik trouwens vanavond nog even aan de D-Star ronde, die ook via Brandmeister DMR te bereiken is. In beide gevallen is dat op XRF 088B. Vanaf 8:30 vanavond is dat op dinsdagavond. Deel 7 van de serie over antennes. We waren beland bij de tuner en de goede afstemming tussen de tuner en de zender en de middengoede afstemming van een eventuele kabel die naar de tuner naar de antenne toe gaat. Wat gebeurt en wat dus eigenlijk ongewenst is, dat is dat de tuner het stuk kabel tussen tuner en antenne als onderdeel van de antenne gaat zien. Daardoor is de kans groot dat de goede werking van deze coax of open lijn door de werking van de tuner wordt verstoord en dat er daarop staande golven ontstaan. Deze zorgen er dan voor dat deze kabel net als de antenne gaat stralen. Dat is ongewenst, want de energie die hier ontsnapt, al is het niet enorm veel, die wordt niet door de antenne zelf uitgestraald. De zo uitgestraalde HF-energie kan bovendien storing in huis of bij de buren veroorzaken. Zoiets hoeft niettemin bij een vermogen van bijvoorbeeld 25 watt niet tot heel grote problemen te leiden. Het is niet de bedoeling, maar het is ook geen zaak om je bij niet al te vaak gebruikte antennes enorm veel zorgen over te maken. Of in zo'n geval heel veel geld ervoor uit te geven. Oké, het werkt wat minder goed en je hebt wat meer kans op storing. Hou dat in gedachten, maar het werkt natuurlijk wel. Ook aan de ontvangerkant gebeurt in zo'n geval iets vergelijkbaars. Door de misaanpassing is de kans groter dat je storing ontvangt die vanuit het huis afkomstig is. Overigens, een G5RV-antenne maakt juist gebruik van een stralende voedingskabel. Het originele ontwerp van die antenne werd door de in 2000 overleden R. Lewis Varney, G5RV, in 1966 al gepubliceerd in RGB Bulletin.
Aan de antenne zit een bepaalde lengte open lijn, die echter als onderdeel van de antenne zelf helpt om deze goed te laten stralen. Doordat de draden in de open lijn zo dicht bij elkaar lopen en de signalen op die draden met elkaar in tegenfase zijn, zal toch het grootste deel van het signaal door beide draadelementen, samen 3/2 golflengte op 14 MHz, en niet door de open lijn worden uitgestraald. De GVFRV kan op de meeste banden overigens alleen in combinatie met een antennetuner worden gebruikt. Een belangrijk voordeel van een antennetuner is trouwens ook dat deze het signaal nog wat extra filtert, wat de uitstraling van stoorsignalen, met name harmonische, onderdrukt. Dat is vooral bij gebruik van multibandantennes zinvol. Harmonische bij amateurapparatuur vallen doorgaans ook weer in amateurbanden en worden door multibandantennes dus onverzwakt weer uitgezonden. Gebruik van een tuner verzwakt deze stoorsignalen aanzienlijk. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. When somebody says they're having a field day, it usually means they're having a really good time. Amateur radio operators across North America will take part in their annual Field Day event June 28th and 29th. Ham radio is more popular than ever. With its combination of electronics and communication skills, it's no wonder that ham radio remains a national resource and a whole lot of fun.